Zoek. Je ziet hier een hond, een speurhond, een arend die drones uit de lucht plukt. Een rat zelfs. Ja. Wat moeten jullie nou met ratten? Wat doen zij? Nou, dat zijn ontzettend slimme beestjes die ontzettend goed kunnen ruiken en ook goed kunnen leren. En die gebruiken we dus om te snuffelen. En ze worden ook wel de speurneuzen met snorharen genoemd. Ja. En ze snuffelen bijvoorbeeld heel goed naar verdovende middelen of naar explosieven. Of naar botten drugs. Zelfs. Drugs ja. Kunnen ze goed ruiken. En we zijn ze nu aan het opleiden, zodat ze ook kunnen worden ingezet. Ze moeten echt een politietraining volgen. Een politierat worden, ja. Ja, en dat is ontzettend makkelijk om te doen. Want een hond is natuurlijk ook heel goed. Maar die rat kan nog iets beter ruiken dan een hond. Kijk, hoe kleiner, hoe beter? Nou, niet altijd. Maar in dit geval? In dit geval wel, ja. Ja. Dieren zijn niet de enige die de politie helpen. Kinderen die kunnen ook de politie helpen. Zeker. En daarom heeft Erwan een vraag. Okay. Wat kan ik doen om de politie op straat te helpen? Heb je concrete tips? Nou, zeker wel. Kijk, kinderen zijn natuurlijk ontzettend veel op straat. En de laatste tijd helemaal vaak met de Pokémon-jacht. Ja. Dus als jullie wat zien tijdens de Pokémon-jacht, je hebt altijd je telefoon bij je. Die hebben ze alvast. En je ziet wat gekkigheid of je ziet criminaliteit. Maak een foto of een filmpje. En geeft die aan de wijkagent of de jeugdagent. Maar is dat dan niet gevaarlijk? Nee, dat hoeft niet gevaarlijk te zijn, want je kunt juist op afstand blijven. Je moet je er niet altijd mee gaan bemoeien. Daar moet je wel mee uitkijken, denk ik. Maar een filmpje maken helpt ons in ieder geval ontzettend. En dan daarna naar het politiebureau gaan om dat filmpje te Wat je gezien hebt.